Dames en heren, op 5 mei is de vervelende berentik van 4 mei weggetikt, weggepoetst. Want we zien een mooie witte kennel staan, geopend hedenochtend met een mooie openingscap. En de dag geëindigd op een slotstand van 509,83. We zijn hoger geweest op bijna 511. En dat betekent, zoals gezegd, een mooie witte kennel tegen de SMA-lijn. En dat betekent dat we aan de ene kant een zogenaamd Morningstar patroon zien. In candlesticks is dat een bodempatroontje. En dat bevestigt daarmee dus steunvorming op 4,89 en vervolgens de opvering die we vandaag gezien hebben. Aan de andere kant zien we de swingteller nog steeds op een min 2 stand staan. En de RSI die niet enthousiast boven de 50 prikt. Eigenlijk een beetje rond die 50 lijn kronkelt. En dat maakt het geheel wat spannend, ook wat onzeker als ik eerlijk ben. Want wat gaan de spelers nu doen? Gaan ze terugkeren boven de SMA-lijn, die nu op ongeveer 5.10 tot 5.11 in het veld ligt? Zo ja, dan kan de weg omhoog worden vervolgd naar 5.28, 5.29. En dat is nu het eerste rode streepje wat in het veld ligt. Zo niet, gaan we morgen toch weer wat zwarts zien, zwart tegen de SMA-lijn. Dan moeten we ons weer opmaken voor toenemende berendruk. En dat betekent dat het groene streepje weer opgezocht kan worden op die 489+, op het 489+ niveau. Kortom, het is spannend en ook wel wat twijfelachtig. Nogmaals, het is niet overtuigend wie nou uiteindelijk initiatief gaat nemen. Het is niet duidelijk wie de meeste troeven in handen hebben. Dus het is echt van dag tot dag even kijken wat de spelers voor ons in petto hebben. Eén ding is wel kristalhelder en dat zijn de krijtstreepjes in het veld. Nogmaals 5,28+ boven in het veld en 4,89+ onder in het veld. Rood en groen, u ziet het staan en daarbinnen wordt de strijd gespeeld. Morgen een witte candle boven SMA. Nogmaals, dat geeft lucht naar de rode streep. Zo niet weigeren de bulls om door te gaan met hun huidige actie. Dan mogen de beren weer proberen om richting groen te gaan bewegen. Het is even niet anders. Het blijft kwakkelen. Gematigd positief, gematigd negatief. Geef er een naam aan. We gaan kijken wie uiteindelijk duidelijk initiatief toont. De DAX toont min of meer hetzelfde beeld. Vandaag ook 2,5% erbij. Niet verkeerd. Maar ook hier nog steeds de negatieve stand op de swingteller. De RSI die niet overtuigend richting kiest. En ook hier diezelfde SMA-lijn, alleen dan natuurlijk op een ander niveau, op 10.800. Die in ieder geval de bullend parade eventjes afremt. En ook hier is het de vraag, gaan we breken? Gaan de bulls breken boven de SMA-lijn? Zo ja, dan mag rood opgezocht worden op 11.235. Zo nee, dan komt groen in beeld. En die staat er nog niet, maar dat zal ergens rond de 10.000 ruim liggen. Kortom, beer en stier met gelijke kansen. En nogmaals, we gaan gewoon van dag tot dag bekijken wie uiteindelijk ervoor zorgt dat de index DAX of AEX significant van zijn plek wordt gedrukt. Ik wens u een plezierige avond.